dames en heren, een hele belangrijke televisieserie, ook in Nederland, was natuurlijk Benidorm Bastards. Daar zaten een aantal collega's van mij in. Eén die zit hier bijvoorbeeld, die staat hier achter mij te wachten tot hij mag optreden. Ander zit in de zaal, Tony zit in de zaal. En die Benidorm Bastards heeft ze werkelijk bekendgemaakt. Ontzettend bekendgemaakt. En de volgende artiest is Henk Rekelhof. En Henk Rekelhof, die gaat zometeen... Dankjewel. Die gaat zometeen zijn beroemde magische bar vertonen. En waarom magische bar? Wel, velen van u weten het natuurlijk. Henk Rekelhof heeft vroeger in de Utrechtse straat, bij het Rembrandtsplein, de beroemde kroeg gehad, Whisky A Go Go. Ik heb het van horen zeggen, ik was er nog nooit geweest. Ja, natuurlijk. En Henk was een heel goede entertainer samen met zijn vrouw achter de bar. Hij deed dat table magic met kaarten, met dobbelstenen. Hij was ontzettend goed in kaarten, nog steeds trouwens. En met dobbelstenen, maar ook achter de bar met duiven. Zo s'avonds om een uur of 12 of 1 s'nachts, dan haalde hij altijd zijn duivenact tevoorschijn. Maar die duiven vlogen ook wel eens weg en dan was die hele kroeg in rep en roer. Maar we hebben altijd vreselijk gelachen. Dames en heren, dan mag ik u aandacht vragen voor Henk Rekelhof. En ik wens u vast proficiat met Henk Rekelhof. Verder van u kennen wij nog lang van Whisky Go Go Bar van het Rembrandtsplein in Amsterdam. Maar helaas is niet meer. Ook zijn er veel mensen die deze bijzondere plek missen. En ik vind het bijzonder. Daarom, dames en heren, doet me bijzonder veel plezier u vanavond kennis te maken met mijn nieuwe Magic Bar. Maar ik zou ook graag met iemand willen drinken. Ik heb hier al een fles in. Zie daar, meneer, met een leeg glas. Meneer, zou u vinden dat zijn mensen assisteren als ik dat geweldig. Geef je meneer hartelijk applaus, alsjeblieft. Meneer, deze mensen zullen u meteen in toon brengen aan mijn nieuwbar. Meneer, eventjes terug, ik moet er even iets doen. Meneer, als u het flesje even op de bar wil zetten, dan liggen ook een paar kaarten. Als u die kaarten zou willen schudden, alsjeblieft, dank u wel. Nee, dat is niet. Er zijn ook mensen in de zaal die mij nog voor de tweede keer zien. Ik ben allemaal voor de Jelmik Clinic even opgezeten, maar dat is ook beter bekend als de AA, antidrugs of een blauwe knop, dat kan ook wel. Meneer, bent u daarvoor? Ik zocht u nog. Meneer, u hebt geluk vandaag met een speciaal aanbieding. U kunt alle drankjes voor niets krijgen. Mensen bereid bent, mensen willen, mensen maar roulette wil. Nee, meneer, dat is niet gevaarlijk. Russische roulette, dat is levensgevaarlijk, maar dat mensen maar. De roulette is wel een amusementspel. Dit gaat als volgt. Ik heb hier zo diverse soorten drankjes die corresponderen met. Ik heb hier een bier. En ik heb hier. En ik heb hier een whisky. Meneer, ik zal het eenmaal voortdoen. Gaat u met iets anders? Ja, meneer, ik heb hier een botkaartje. We gaan het even spellen, letter voor letter. Dat is niet zo moeilijk. U kunt toch lezen en schrijven? Nou, sommige mensen krijgen wel eens een briefje. Oh, dat komt goed uit. Dat komt goed uit. Meneer, zal het eenmaal voordoen. Van boven naar beneden, één vreemd. W, O, D, K, A. Wat kan? Ja. Dit is hard voor u kunnen zijn, maar helaas, u heeft het niet mee. Dus is dit voor mij. Proost, gezondheid. Meneer, ik heb hier nog een whisky. Meneer, ik zal het nog eenmaal voordoen. W-H-I-S-K, Grieks zei. Ah, whisky. Meneer, u heeft nog niet meegespeeld. U mag direct eventjes. Houdt u hem even vast, het is makkelijk. Ken ik even makkelijker drinken.
Proost, gezondheid. Nog wel even ruiken hoor. Je mag ook proeven. Nee, is het te zwaar of te sterk? Of kan je het niet verdragen? Ik dacht dat het dit was. Nee. Dat is een whisky. Dat dacht dat het water was, hè? Nee, nee, Henk drinkt alles dicht te dragen. Ik heb hier Martin. U weet het, van Paarden, één vriend. Ik heb het niet. M. Ja, kan die? M. M. A. A. R. R. D. D. I. I. N. N. I. I. Kijk eens maar eventjes, Martini. Fris. Oh, Fris. Oh. Fris. Meneer Fris. Meneer, alsjeblieft. Eén Fris. U bent zeg je de Bob? Kijk je dat dan? Ja, dank je even. 0% op is de Bob. Meneer, zal het toch nog eenmaal voordoen? En? Ja, ja. A. R. T. I. En I. Hey, Martini. Nou, dat is mooi. Meneer, neem je de versnapering eventjes. Je ligt mij een beetje zwaar op de maag, dan neem ik een drankje even. Gelukkig heb je niet. Nee, kwaliteit niet. Proost, gezondheid. Oh, dat is heel goed. Eigenlijk is dat een stukje zo goed, hè. Ben ik verplicht dit op te nemen? Ja, u staat er goed bij zo. Nee, weet u wat Indianen dronken? Vuurwater. Kasari. Weet u ook hoe het heette in de volksmond? Wat ze dronken? Ze noemen het al de vuurwater. En ik heb hier nog een vuur. De vuur, dat is een hele. Vie. Nou ja, van boven naar beneden. Evening. Hij geeft mij het moeilijkste woord. Vie. Vie. Nee. X. Ja, is voor u. Ach nee. Oh. Nee. U bent nog steeds de Bob. Meneer, de Bob. Proost. 0% op is de Bob, hè? Heel goed. Meneer, zal het er nog eenmaal voor doen? Ja, ja. V. I. E. U, X. Ja. Is van mij. Proost! Gaat goed. Meneer. Ik heb hier nog een bier. Moment, meneer. Zal het nog één keer voordoen. B. I. E. R. Bier. Hey, klopt. Nou, meneer. Proost, zou ik zeggen. Gezondheid. Zal ik moeten pissen vandaag? 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, lekker.
eigen bankje die hij had. Dus dat je er goed op hem moet opgaan. Ik heb nog een bocht. Een bocht. Rik. Ik moet een klein beetje mee. Zo, één bocht. Meneer, ik mag voor de bocht willen. Oké. Ja, u ja. Dat is slim, hè? Pie. Oké. O. R. R. T. T. Port. Mag ik kijken? Ja. Meneer, u bent de Bob. U bent de Bob en de Bob is vis. Lang leven de Bob. 0% op is de Bob. Meneer, geef ze maar even hier zo als het ligt. Zo, proost. Aardig man. U bent een sympathiek man. Heel sympathiek man. Ik heb hier een bocht. P-O-R-T. Port. Hé, heb eens. Gelukkig hebben we vandaag. Proost. Gezondheid. Leuk zeg. Goh zeg. Vraag goed. Maar goed, ik moet er wel in. Sorry hoor. Bent u niet dronken? Het is toch nou zeg. Hé, hey. Dat duurt niet, die fles. Die fles duurt niet. Nou, ik heb hier nog een champagne. Meneer, ga rustig. U bent nog even aan de vis. Meneer, ik heb hier nog een vis ook. Kijk eens op. Oh meneer, ik heb toevallig een iets meegenomen. Die maatschappij heeft gewoon weer goed. Oh, dat wil ik ook hebben. Of had ik echt nodig, meneer? Nou, neem er maar twee. Meneer, even kijken. Ik ga nu voor de vis, hè. En als ik hem... Nee, ik ga nu voor de vis. En dan... Nee, u hebt toch... Nee, ik ga nu voor de vis. En als ik hem win, drink ik hem ook. We gaan even kijken. Wat was het? Oh ja. F. R. I. S. Vis. Nou. Nee, moment. Deze is voor u. Mag ik even voor één moment hoor. Eventjes, moet ik eerst eventjes, want ik moet even één moment erin. Ik vind het een beetje opgelopen hoor. Zo. Meneer. Kijkt u eerst wat het op de kaart staat? De rekening. En dames en heren, een geweldige man. Voor onze eerste Henk Wendelers.